مدے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kala Jorkel. Dit is de aflevering voor woensdag 2 december 2020. Kala Jorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie. RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube Zones Islat in RBN Suriname. Dan kunt u deze uitzending ook live volgen. Deze uitzending is ook te zien via Alpha Channel Facebook. U gaat dan naar uw Facebook platform en u slaat in Alpha Channel Suriname. Dan ziet u ook Kala Jorkel. Online is deze uitzending te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com en landelijk te zien in ons eigen land Suriname via Alpha Televisie kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pierkan. Ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkan, Kala Jorkel en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me bij de aanvang van deze uitzending alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren en ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in de voor u zeer moeilijke en droevige dagen. Vandaag wil ik ook in het bijzonder condoleren de families Brahim, waarbij twee broers zijn komen te overlijden, onder andere George Brahim, en die is er vandaag gecremeerd. We condoleren hierbij de nabestaanden. En een paar dagen daarna overleed ook nog zijn broer, Youssef Brahim, de voormalige directeur van de Surinaamse Bank. We wensen de familie veel sterkte toe. We willen ook bij deze condoleren de nabestaanden van ambassadeur Sonny Hira. Sonny Hira kwam onlangs ook te overlijden. Zijn crematie vindt morgen plaats, donderdag 3 december. En gelegenheid tot het nemen van afscheid zal morgen plaatsvinden op het terrein van de stichting Olifant tussen 1 en 4 uur 's middags, waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden. Ambassadeur Sonny Hira is een carrière diplomaat, heeft jarenlang het land gediend in de buitenlandse dienst en een van zijn bekende buitenlandse posten is onder andere Brazilië geweest. Hij is ook een hele poos de spokesperson geweest voor de politieke organisatie de VHP onder leiding van Chan Santokki. En hij is ook de adviseur van de president Chan Santokki geweest. Ik heb Sonny Hira ook persoonlijk gekend. Vele mensen hebben hem ook gekend. Is een heel aardige man. Kon zijn woorden goed uitkiezen als hij je wat moest vertellen. Was altijd rustig, beheerst. En hij kon op een zeer diplomatieke manier, zoals het hem betaamde, ook zijn eigen mening poneren. Onlangs heb ik hem nog mogen zien. En zo gaat het leven nou eenmaal, dat je vaak genoeg iemand ook wel eens voor het laatst hebt gezien. En op het onafhankelijkheidsdag heb ik hem al gezien. We hebben ook nog gepraat met elkaar op het onafhankelijkheidsplein. En amper een paar dagen daarna moesten we het droevig bericht vernemen dat Sonny niet meer in ons midden is. Ik condoleer alle nabestaanden bij deze. En ook in het bijzonder de politieke organisatie, de VHP. De familie wordt ook gecondoleerd, mede namens mijn familie. En ik wens u allemaal veel sterkte toe bij deze. Mocht u in uw kringen ook een dierbare hebben verloren, wens ik u allemaal ook veel sterkte toe. Dat zijn allemaal van die moeilijke dagen die mensen toch ook moeten doormaken in deze COVID-tijd. Het zijn ook geen gebruikelijke maanden geweest, nog steeds, waarbij wij op onze gebruikelijke, traditionele manier afscheid kunnen nemen van onze dierbaren. Vanwege het feit dat willen we dat toch wel doen, wij dat aangepast moeten doen door de COVID-maatregelen toe te passen. Mensen die ziek zijn, wens ik u van harte wetenschap toe en een spoedig herstel. Uiteraard zijn er ook mensen vandaag jarig en dan wil ik bij deze ook een aantal mensen feliciteren die er jarig zijn en ook de komende dagen. Mocht u vandaag jarig zijn, wens ik u alvast een heel plezierige avond toe.
En laten we vandaag feliciteren aan Kromo, Woni Bajilala Inayet, Nanda Gopal Rai, Priscilla Kranenburg Jap en Gregory Reijsen. Die zijn er allemaal vandaag jarig. Uiteraard zullen er een heleboel andere mensen jarig zijn. En deze mensen ken ik zo toevallig, dus vandaar dat ik hun bij naam noem. Morgen zijn de volgende personen jarig, donderdag 3 december. Rinesh Bagan, Shanice Fung, Ursula Sukaransing. Ursula werkt bij RBN en die is morgen jarig. Angela Roemer-Kamperveen, directrice van radio- en tv-station ABC, die is er morgen jarig. Dennis Kamperveen mag zijn jaardag morgen ook gaan vieren. En Reek Hamungra. De volgende mensen zijn er op vrijdag 4 december jarig. Charlene Kerr, Matteo Willis, Sandhya Manising, woonachtig in Nederland. De notaris Manav Kanhai is er vrijdag ook jarig. En de sportpresentator Desni Romeo is er, by the way, vrijdag. Zijn deze mensen allemaal vrijdag 4 december jarig. Ik wens jullie allemaal een goede voorbereiding naar de jaardag toe. Mocht u vandaag jarig zijn, en ook een van deze komende dagen voor de mensen die hun jaardag, wens ik u een goede voorbereiding naar uw jaardag toe. Laat me u ook doorgeven dat de laatste uitzending van Kalajorkal, die is er geweest zaterdag 31 oktober. En ik heb op een niet gebruikelijke manier ben ik gestopt met die uitzending. En ik kon u jammer genoeg niet op een gepaste manier verwittigen dat die uitzending voor de komende maand november niet zou doorgaan. Waarom ik dat niet heb kunnen doen, en ik ben u daarvoor uitleg verschuldigd, zodat er geen geruis ontstaat. Ik moest dringend weg voor privéredenen, houdt u dat vast, voor privéredenen. En doordat het zo plotseling gebeurde, kon ik dat niet inplannen om het eerder aan te kondigen. En daar ben ik in een poos even weg geweest, toen ik dan ook terugkeerde. Dacht ik van, weet je, ik neem er toch even nog een extra week rust en ik trek de maand november toch maar ook even door. Vandaar dat we de hele maand november geen Kalajorkal hebben kunnen presenteren. Een aantal mensen hebben zich natuurlijk zorgen gemaakt in de zin van, is er mogelijk iets met mij gebeurd? Is er iets met mijn gezondheid gebeurd? Ik bedank al die mensen dat ze aandacht daaraan hebben geschonken. Er is niets gebeurd, gelukkig niet. Dat was puur om privéredenen. Dus ik ben er weer terug met Kalajorkal vanaf vandaag. En u weet dat wij iedere zaterdag nu in een aantal proefuitzendingen Kalajorkal ook samen gaan presenteren. Althans, ik ga presenteren met Serena SZ. Dus zaterdag zit Serena SZ weer aan in Kalajorkal. We gaan u vandaag uiteraard ook volop de gelegenheid geven om in te bellen, zodat u uw maatschappelijke mening met ons kunt delen. Ik wil ook vanuit deze plaats alle mensen in het buitenland die nu kijken naar Kalajorkal via YouTube en via Alpha Channel Facebook een mooie avond toewensen en hun dank zeggen dat ze hun tijd nemen om te kijken naar deze uitzending. Vooral de mensen in Nederland, die kijken heel erg veel via social media en ook via YouTube. Maar ik dank hun in het bijzonder. Vanwege het tijdverschil moeten ze toch nog ietsje langer opblijven, willen ze deze uitzending volgen. Laat me u de internationale olieprijzen doorgeven. De olieprijs noteert $47.73 voor een vat olie. De goudprijs noteert $1.821.00 voor 1 troy ons. De koersen in ons eigen land, die liggen er niet om. De centrale bank noteert een formele koers voor de aankoop van de Amerikaanse dollar voor 14 SRD en 1 cent. En voor de verkoop noteert ze 14 SRD en 29 cent voor 1 US dollar. Er is ook een parallelkoers. En een parallelkoers ontstaat alleen maar wanneer er een schaarste is aan vreemde valuta. En er is een schaarste aan dollar. Er is een parallelkoers die noteert voor de aankoop, voor girale overmakingen, 17 SRD en 25 cent. Dat is bij de aankoop. En de verkoop die noteert 17 SRD en 75 cent. Wat cash aangaat, die noteert 18,40 om 18,75. De euro noteert 18,40 voor de aankoop en 18,85 voor de verkoop. Opmerkelijk is dat het verschil tussen de parallelkoers en de centrale bankkoers vrij hoog is. Wat de verkoop aangaat, het verschil zit op 3,46 en dat is heel, heel erg hoog. De euro is 1,61, daar zit het verschil in. Het is bekend dat er een schaarste is aan dollar. Een van de
Er is niet zozeer een schaarste aan euro's, maar er is wel een schaarste aan Amerikaanse dollars. Een van de primaire redenen is dat de banken hun dollars nog niet op een normale manier kunnen inwisselen. Ze beschikken wel over genoeg euro's, maar u weet, om te beschikken over die dollars, dan zetten ze die euro om in Amerikaanse dollars. En dat doen ze dan in het buitenland via partnerbanken en instellingen waarmee ze werken. En u weet, sinds het debakelen van de aanhouding van die pakweg 19 miljoen euro in Nederland, dan was het bijna haast onmogelijk voor hun om dat te doen, omdat hun transacties naar derde landen toe via Nederland geschieden. Ze gebruikten Nederland als hub om verder hun financiële zaken af te handelen. En dat konden ze dan plotseling ook niet meer doen. Dus ze moesten dan via alle bypasswegen dat toch kunnen bewerkstelligen. Minister Albert Ramdien had een paar weken geleden nog bekendgemaakt dat hij in een gesprek met zijn Nederlandse counterpart heeft kunnen bewerkstelligen dat het wederom spoedig via Nederland zou kunnen. We weten nog niet als dat in werking is getreden, want dat zou het gemakkelijker maken voor het bankwezen om hun valuta's, hun middelen waarover zij beschikken, om te zetten in een andere munteenheid. En door die schaarste kunnen ze mensen niet op een voldoende mate voorzien Amerikaanse dollars. U zult ook merken, mogelijk bij uw eigen huisbank, dat u niet aan uw eigen middelen kunt komen, welke tot enorme irritatie werkt bij de klanten van de diverse banken. Maar dit is een van de primaire oorzaken die zich afspeelt binnen ons bankwezen. We gaan vanavond ook praten met minister Amar Ramadien. We gaan praten met hem over de COVID-situatie. En we praten later op de avond nog met DNA-lid Patricia Etnel van de politieke organisatie de NPS. Afspraak heb ik met deze twee mensen lopen. En met die gaan we vandaag ook praten. Maar intussen gaan we wel direct voor jou de telefoonlijn opengooien. We willen graag uw mening horen. We zijn er een maand niet geweest. Het nummer kent u. Zover u dat hebt opgeslagen in uw mobieltelefoonnummer, in uw mobiel. Dan is het nummer nog steeds 532037. Ik verwelkom uw maatschappelijke mening in de Rashid Pierkans Kalajorkal. U kent de rules and regulations. U mag alles zeggen. Wees u beleefd, wees u netjes. Beledig geen mensen. En dan verwelkomen we u graag in deze uitzending. Dan moet u dus wat internationale berichten doorgeven. Door de COVID-situatie in de wereld blijkt dat de tabakindustrie internationaal het relatief veel beter heeft gedaan. Een van de redenen waarom ze het beter hebben gedaan, doordat de mensen thuis zijn en derhalve niet als zodanig in beweging kunnen of zich kunnen verplaatsen, zijn er relatief veel meer mensen gaan roken. De afgelopen weken melden tabakbedrijven als Philip Morris International, Javan Tobago, allemaal hogere omzetten met winstdoelstellingen, omdat de tabakindustrie vooral in de Verenigde Staten en Europa beter heeft gedraaid dan verwacht. Volgens Imperial komt dit omdat mensen tijdens de pandemie meer thuis zijn, dus meer gelegenheid hebben om te roken en er meer geld aan kunnen uitgeven. British American Tobacco meldt desgevraagd dat hun tabakverkoop in de VS profiteert van de COVID-steunmaatregelen van de regering. Daardoor is het inkomen van veel mensen gestegen. Ook thuiswerken en hamsteren spelen een rol. Goedenavond, dit is Kal Ajor Kal. U bent in de uitzending. Goedenavond, Farid, met Prim. Ja, goedenavond, Prim. Ik denk dat je me kent. Ik ga mijn achternaam niet noemen. We hebben ergens samen gewerkt. Ik wil het hebben over volksgezondheid. Dus de minister komt straks, misschien kan hij even reageren daarop. Ik ben vorige week geweest naar BOG. U weet, mensen 60-plussers kunnen elk jaar een griepvaccinatie gaan halen. Dus ik ben daar gegaan en ik zag een aantal mensen. En een broeder, of ik weet niet wie het was, die zei, de dokter is er nog niet. Dus u kunt plaatsnemen. Dus ik deed dat. Er waren een paar banken, zeker een 20 mensen waren daar. Een vrouw was met kinderen ook. En toen vroeg ik aan ze hoe lang ze wachten. Ze zeiden al 2 uren.
En ik vond het vreemd van wachten op een dokter. En toen vroeg ik aan die broeder van wat is er aan de hand eigenlijk? Hij zei ja, de dokter moet bepalen of die vaccinatie er is, ja of nee. En ik ging voor griepvaccinatie, maar die andere mensen, ik zag buitenlanders, die gingen voor gele koorts. En die dame met dat kind ging voor tetanus. U weet, soms moet je na een maand bij BOG een prikje halen en dan ben je 10 jaar veilig. Al die mensen zaten te wachten en niemand weet hoe laat die dokter zou komen. Ik vind het een beetje gek. Zo'n instantie, Bureau Openbare Gezondheidszorg. En dan moeten mensen op een arts wachten die moet bepalen wanneer er gevaccineerd wordt en wanneer niet. Ik heb het nooit meegemaakt zo. Ik heb ook bij BOG gewerkt, maar ik heb dit nooit meegemaakt. Een ander ding, Farid. Ik ben vandaag een pakket gaan halen. Bij een maatschappij, ik zal de naam niet noemen, aan de Industrieweg Noord of Zuid. Een drukte van je welste. En niemand die zich houdt aan de COVID-regels. Het personeel van die shippingdienst, nog erger, die hebben niet eens mondkap. Er kwam iemand binnen daar, een zekere politieke leider of activist, een dame, en die loopt gewoon met een van die mensen vandaar naar binnen zonder neuskap, niets, neemt haar pakket en gaat weg. En toen ik een opmerking maakte, waar is die neuskap, maakte ze een grote tjuri. Ik wil eigenlijk dit gewoon aankaarten, omdat straks wanneer dat ding tot een explosie komt, dat men moet weten wat er aan de hand is. Niemand die stond in de rij op 1,5 meter, want als je 200-300 mensen daar hebt, kan je geen rij van 1,5 meter afstand houden. Mensen over je nek die schreeuwen, ik ben aan de beurt, die dat, waar is dit, dat. Dus deze twee dingen wilde ik doorgeven. De minister komt straks ook in de uitzending. Ik heb 105 gebeld. Command Center of hoe dat ding heet. En die man die telefoon opnam, het leek als die meneer geen zin had. Hij zei, ja, dit en dat, ik zal het doorgeven. Ik ben echt teleurgesteld wat dat betreft. Dat wilde ik doorgeven. Is goed, dankjewel. Oké, we nemen dit aan ter kennisgeving. We praten straks ook met de minister in deze uitzending. Ik heb een afspraak, we gaan over COVID onder andere praten. En dan zullen we deze onderwerpen ook met hem doornemen. Dit is Rachid Pierkans Kalajorkel. In Nederland hebben horecabedrijven het besluit genomen dat ongeacht wat er gebeurt, ze 17 januari gewoon open gaan. En deze actie van hun wordt weliswaar niet ondersteund door de Nationale Koninklijke Horeca Nederland. Dat wordt niet ondersteund. Maar hoogwaarschijnlijk, de mensen kunnen niet meer wachten. Die bedrijven, die gaan over de kop. We merken dat ook in ons eigen land, want we zijn geen uitzondering. U merkt ook dat alles moeilijk gaat. En het gaat niet moeilijk, omdat onder andere door de schuld van de regering. De regering heeft het al moeilijk, maar ze hebben een financieel-economisch probleem. Dat hebben zij. Maar tegelijkertijd is COVID gekomen. De bedrijven kunnen niet optimaal draaien. Alle bedrijven die op een nette manier hun middelen verdienen, die zijn achteruit gegaan. En dat kan verschillen in percentage, maar sowieso zijn de meeste met meer dan 50% achteruit gegaan in hun turnover. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Pirkan. Goedenavond, mevrouw. Ik bel voor het eerst, hoor, dus ik ben een beetje zenuwachtig. Na 25 jaar bel je voor het eerst. Vind je niet een beetje erg? Ja, sinds kleins af luister ik naar uw programma, maar voor het eerst bel ik je. Oké, geweldig. Ga je gang. Je moet niet zenuwachtig zijn. Ik ben mevrouw Ramnoot en ik wilde even een probleem aanhalen. Gaat u gang. Ja, we luisteren hoor. Ja, meneer Pierkan. Het is namelijk zo dat mijn echtgenoot dialyseert. En we hebben, ik denk eergisteren, een brief gekregen dat vanaf 1 januari 2021 de dialysepatiënten een bedrag van 850 SRD per dialyse moeten betalen, omdat de verzekering maar 550 SRD betaalt aan de dialysebedrijf. En het daadwerkelijke bedrag is eigenlijk in de buurt van 1400 zoveel SRD. En
artsen hebben ons aangegeven dat ze al maanden bezig zijn met volksgezondheid. Ze zijn al lang bezig met de regering hierover te praten. Maar er komt nog geen oplossing. En nu zitten de dialysepatiënten dan met kosten die straks voor hen komen te staan. En deze kosten zijn heel erg hoog voor ze. Het komt neer op bijkans 2650 SRD per week voor een dialysepatiënt. Ja, ja. Mijn vader werd ook deze week geconfronteerd met dit bedrag, omdat hij van dialyse is gaan verplaatsen. Hij deed het ergens anders, maar daar kon het niet meer. Dus hij moest een nieuwe plek zoeken. En toen we hem daar hebben gebracht, werden we geconfronteerd ook met dit bedrag. Eerlijk gezegd, meneer Pierkan, wij hebben dit geld niet. Maar natuurlijk kan die patiënt niet zo laten. Je kan de persoon niet zo laten. Dus we hebben geld bij elkaar gezet om alvast voor een week te betalen. Ja. Maar we zitten nu ermee. Hoe betalen we dan de rest? Snap u? Is goed, mevrouw. Maar jullie zijn wel verzekerd? Ja, we hebben verzekerd, ja. Die is bij SZF verzekerd. Mijn vader die heeft de basiskaart. Ja, en dus, toch nog. Dus het komt erop in principe neer dat de verzekering het niet meer volledig dekt. Daarop komt het neer. Ja, daarop komt het neer, meneer Birkan. Is goed. Ik ga uw vraagstelling en uw opmerking straks ook meenemen. Wanneer ik straks praat met de minister van Volksgezondheid. Dan moet je even gewoon door blijven luisteren. Is dat goed? Ja. Oké, meneer Pierkan. Is goed. Dank u wel ook voor het meedoen, hoor. Dank u wel. Ja, en goede gezondheid aan je vader, hè? Ja. Dank u wel, meneer Pierkan. Oké. Dit is Rashid Pierkans Kalajorkal. We zijn er na een hele poos weer. Ik bied u mijn verontschuldiging aan dat ik het niet op een nette manier heb kunnen doen. Ik heb u al eerder op de avond gezegd dat ik voor privéredenen plotseling weg moest. En niet om gezondheidsredenen, maar wel om andere privéredenen. En daarom kon ik niet op een nette manier een correcte afmelding bij u doen. En toen heb ik daarna bij de terugkomst even gemeend van, weet je, laat me toch even die maand november doortrekken. Dat we een goede doorstart in december doen. Zaterdag ben ik er weer met Kalajorkal, dus we pakken de vaste dagen normaal op. Dat is des woensdag en des zaterdag. En des zaterdag ga ik dan weer aanzitten met mevrouw Serena Esset, wanneer we samen Rashid Pierkans Kalajorkal gaan presenteren. Engeland keurt als eerste Pfizer-vaccin goed. U weet dat er verschillende farmaceutische fabrikanten bezig zijn in landen goedkeuringen te vragen voor vaccins, COVID-vaccin, waarvan zij de mening zijn toegedaan dat het al werkt. Maar ze moeten natuurlijk, wanneer ze dat hebben gedaan en testen hebben gedaan bij patiënten, moeten ze in de respectieve landen de goedkeuringen voor vragen. En Engeland heeft als eerste die vaccin die door Pfizer is uitgebracht goedgekeurd. Het Verenigd Koninkrijk heeft als eerste land ter wereld het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd. Het vaccin zal begin volgende week al beschikbaar zijn. Dat zal ook het inenten beginnen. Engeland heeft 40 miljoen doses besteld bij Pfizer, waarvan 20 miljoen mensen ingeënt kunnen worden. Het Europese Geneesmiddelenagentschap verwacht op 29 december een oordeel te kunnen geven over het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat zou betekenen dat Europa mogelijk nog net voor de jaarwisseling beschikt over een eerste goedgekeurd vaccin. Goedkeuring van een tweede coronavaccin van het Amerikaans biotechbedrijf Moderna volgt mogelijk op 12 januari. Hoewel vele mensen kijken naar de bedrijven die de vaccin hebben ontwikkeld, waarvan men nog de goedkeuring voor moet gaan hebben. Dan zei ik al, Engeland heeft al van Pfizer goedgekeurd. Is China ook volop bezig met het ontwikkelen van haar eigen vaccin. Ze hebben drie verschillende vaccins in test momenteel. En die gaan ze ook na goedkeuring, gaan ze dat ook op de markt brengen. Ook Rusland beweert dat ze een vaccin hebben. Maar tot nu toe hebben de Russen hun data-informatie niet kunnen overleggen aan de World Health Organization, de WHO, waarbij die ook een eigen oordeel kunnen maken of het gaat werken of niet. Vooralsnog zijn bekend de Amerikaanse en de Duitse bedrijven die hun vaccin hebben ontwikkeld. Het is van belang dat het moet gaan werken. Men heeft het getest op een aantal patiënten. Wanneer dat nu bij de normale burger in gebruik gaat, gaan we werkelijk na een poos ook wel zien
gaan zien of het één daadwerkelijk werkt zoals de protocollen daarvoor schrijven. En ten tweede gaan we dan ook merken, laten we hopen dat het niet gebeurt, of er geen eventuele bijeffecten zijn. Het is wel heel opvallend dat het normaal ontwikkelen van een vaccin duurt ongeveer 5 jaar. En deze vaccin heeft men in minder dan 1 jaar weten te ontwikkelen. Maar dat komt natuurlijk door de internationale drukstelling, waarbij de farmaceutische bedrijven op een hoger tempo zijn gaan werken met het trachten voor het ontwikkelen van dit product. Er is natuurlijk heel veel geld ingezet voor onderzoekingen en testen. En de wereld kijkt er naar uit. U weet uiteraard nog, wat hoop ter uw algemene informatie, dat de landen die het zwaarst getroffen zijn, dat zijn onder andere de Verenigde Staten, Brazilië, India, die zijn het zwaarst getroffen wat dat aangaat. We gaan ook over COVID-19 zo meteen praten met de minister, dus blijft u luisteren. Dit is Rashid Pierkans, Kala Jorkel. Er doet zich momenteel een crisis voor in het district Nikeri. Waarom ik het een crisis noem? Omdat bij South Drain, voor de mensen die niet bekend zijn met South Drain, dat is de locatie waar de oversteek plaatsvindt met de veerboot vanuit Nikeri naar Guyana. Die locatie staat bekend als de locatie waar de Kanawaima Ferry staat. Deze Kanawaima veerboot, die in een samenwerking operationeel werd jaren geleden door financiering van de Europese Unie, is een tweelanden overeenkomst tussen Suriname en Guyana. Deze veerboot is al langer dan 1 jaar defect. Een van de redenen dat het niet op tijd onderhouden kon worden, volgens de informatie die ik toen heb gekregen van de Guyanese autoriteiten ruim 1 jaar geleden, is dat zowel Guyana als Suriname middelen moeten parkeren uit de opbrengsten om uiteindelijk de onderhoudswerkzaamheden ze wilt voor revisie moet zorg dragen. En wat bleek toen? Dat Suriname haar fondsen niet had, volgens de Guyanese autoriteiten. De Guyanese hadden hun gelden wel geparkeerd, maar toen puntje bij paaltje kwam, bleek dat de fondsen van Suriname er niet waren. En waarom dat is gebeurd, waar die fondsen naartoe zijn, daarvoor moet er opheldering gebracht worden door de Raad van Commissarissen van de Kanawaima Ferry. Maar we gaan straks meer hierover aan u vertellen, nadat ik heb gepraat met minister Amar Ramadine. Dit is Rashid Pierkans, Kal Ajorkal. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid, bent u aan de telefoon? Ja, meneer Pierkans, goedenavond. En goedenavond, kijkers en luisteraars. Goedenavond, minister Ramadine. Laat me u alvast bedanken dat u wederom uw tijd beschikbaar stelt om ons te informeren over de actuele zaken, uw departement gaande. Minister, laten we beginnen met COVID-19. Dat is er al een poos en die blijft nog hoogwaarschijnlijk een poos. We hebben wel kunnen merken dat door uw inzet en door uw inzet van uw departement en de afdelingen van volksgezondheid, we het toch min of meer onder goede controle hebben kunnen krijgen. Wat hebt u zo goed gedaan dat het toch beheersbaar is gebleven? Nou, meneer Pierkan, allereerst bedankt voor de inleiding. En inderdaad, COVID-19 is van een piek in augustus, september, nu naar een behoorlijk controleerbare situatie. Het is een onder controle, zoals we dat zeggen. We hebben weliswaar nog wel dagelijks besmettingen. Hetgeen inhoudt dat het virus nog steeds actief is onder onze gemeenschap. En dat baart natuurlijk zorgen nog steeds. Wat we hebben gedaan is eigenlijk niets anders dan een goed plan bedenken. Met name om de samenleving te bewegen, de samenleving te overtuigen van de gevaren van het virus. Maar ook nog dat het gedrag met name veranderd moest worden. Omdat het probleem niet het virus is. Het virus is ook een micro-organisme, deel van de natuur. Maar het probleem is de mens. Wil je de situatie onder controle krijgen, dan moet je als mens je gaan aanpassen. En dat is niet anders dan
het feit dat we maatregelen hebben dus toen hebben ingevoerd. Maatregelen die er feitelijk al waren, maar hier en daar vonden wij dat de maatregelen niet adequaat genoeg waren. We hebben de kritieken inderdaad ook gehad. Men had geen geloof erin dat het goed zou komen. Ik moet zeggen, het is met de schaarse middelen die wij ter beschikking hebben, toch gelukt om de piek die er was en het gevaar wat er was van 100 zoveel plus infecties per dag terug te dringen naar een acceptabele norm van onder de 10 gemiddeld per dag. Maar we hebben gisteren volgens mij 7 besmettingen gehad. Ik ben nog benieuwd wat de resultaten vandaag zijn. Maar feit is dat de samenleving even hard heeft meegewerkt als de regering. En daarvoor verdient de samenleving zeker wel een kopje op de schouder. En aan de andere kant moet ik zeggen dat wij in een vroeg stadium begonnen zijn als regering om te praten met alle actoren. Zowel in het bedrijfsleven als andere sociaal-maatschappelijke groeperingen. Om ook die ondersteuning daar te krijgen. En dat heeft ook gewerkt. Maar ook de inzet van de politie als controlerende en handhavende instantie. Ja. Dat heeft allemaal ertoe geleid dat de situatie dus draaglijk geworden is. Oké. Minister, we zitten in onze gebruikelijke feestmaand, de decembermaand. Ja. We weten dat als COVID er niet zou zijn, relatief de straten hoogwaarschijnlijk veel drukker zouden zijn. December is de maand waarbij mensen jaarafsluiting gaan meemaken. We gaan kerst meemaken. De gebruikelijke, traditionele zaken die we iedere jaar in de maand december doen. En daar aansluitend komt ook nog vuurwerk bij kijken. In hoeverre denkt u, want we zien dat ook in de wereld gebeuren, dat de regeringen zich angstig maken dat burgers zich vanwege de jaarafsluitingsactiviteiten zich niet gaan houden aan de protocollen zoals gesteld door de respectieve regering, in het bijzonder de protocollen in ons land gesteld door uw ministerie. Wat voor adviezen en maatregelen gaat u treffen om mensen te informeren om zich toch te houden? Want men verwacht, althans in de wereld verwacht men uitspattingen in de maand december, en dan gaan we het na-effect ervan hoogwaarschijnlijk in januari zien. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, het is sowieso een uitdaging deze maand, omdat wij, zoals u dat al hebt aangehaald, wij gewend zijn een traditie te hebben in Suriname. Nou, niet alleen Suriname, maar feitelijk overal in de wereld. Maar in Suriname is het bekend dat wij in december heel erg veel feesten. En het begint al heel vroeg in december, dus nu al. Wij hebben als overheid hierover in de komende week een discussie. Maar vast staat wel dat ik als minister van Volksgezondheid adviseer aan de regering om geen pagara estafette te hebben. Geen bedrijfsfeestjes, afsluitingen. Omdat dat zijn zaken die kunnen ontaarden in superspreading events. En dat willen we niet hebben voor onze zorg. We hebben intussen de COVID-zorg die werden opgezet. We hebben veldhospitalen en alle andere ziekenhuizen opgeschaald met COVID-faciliteiten. Die hebben we intussen afgebouwd. En we hebben de middelen niet om dat verder nu snel te gaan opschalen. We houden natuurlijk wel altijd faciliteiten ready. Maar feit is dat wij aan ieder zullen aanmoedigen om te gaan feesten. En wij gaan geen dispensaties verlenen, sowieso vanuit de regering. De controle zal iets scherper zijn. Er gaan discussies over, ja, moeten we de binnenstad afsluiten, et cetera. Ik ben wel blij dat het uitgaanscentrum, maar ook organisaties en het bedrijfsleven al in een vroeg stadium hebben aangegeven dat zij niet zullen meewerken aan het organiseren van feesten. En ook die traditionele pagara estafette, daar feitelijk er geen behoefte aan bestaat. Maar we weten dat de samenleving wil feesten. En natuurlijk hebben mensen recht op ontspanning. Alleen gaan we dus werken aan een campagne om deze maand snel in elkaar te zetten. Om mensen te overtuigen van het belang van 1. Dat wij liever het geld wat we zouden besteden reserveren voor COVID-beheersing. Omdat we zo meteen het vaccin krijgen. En daarover hebt u zeker vragen, denk ik. Maar aan de andere kant is het niet verstandig om mee te werken aan activiteiten die mogelijk, ik zeg wel mogelijk, vanwege de lage transmissiegraad, denken mensen van, nou, ik ga toch feesten, want er is maar 3 of 2% van de samenleving of positieve gevallen per dag. Dus ik kan feesten. Maar dat is incorrect. Dus wij moeten als regering die verantwoordelijkheid nemen.
belangrijke actoren, het bedrijfsleven vooral. Want daar begint het eigenlijk, de feesten worden georganiseerd door het bedrijfsleven. Maar ook individuele feesten, huisfeesten die tijdelijk per presidentieel besluit verboden zijn. Dus we gaan dat benadrukken in een goede voorlichting, samen met alle overige ministeries die betrokken zijn in dit proces. Oké. Minister, ons luchtruim is partieel reeds opengesteld door de regering. Vluchten worden reeds toegestaan, onder andere op de Mid-Atlantische route. Ook vluchten vanuit Suriname, voornamelijk naar de regio en al dan niet naar Miami. Maar er zijn een heleboel spelregels bijgekomen voor zover mensen willen afreizen naar ons land. Mensen vragen zich ook wel eens even af, waarom zijn er zoveel spelregels en waarom is het belangrijk om het te hebben? Nou, het is inderdaad belangrijk. Kijk, we proberen zoveel mogelijk volgens de internationale richtlijnen te werken. En een van de belangrijkste richtlijnen is dat wij wel willen meewerken aan een normaal vliegverkeer, het reizen. Maar dan moet je wel een negatieve PCR hebben. Aan de andere kant willen wij ook rekening houden met die gevoelige fase van incubatie, waarbij je toch tussen de tijdstip van testen en afreizen besmet kan raken en je toch nog positief getest kan worden in Suriname hier, als je naartoe komt. Dus wij, en wat ik al eerder heb aangehaald, dat het systeem van ons infrastructuur qua gezondheidszorg niet al te sterk is, dat wij geen risico willen nemen en het liever veilig spelen door de quarantaine in te voeren. Dus dan geldt er dan een 10 dagen quarantaine. Ik ben blij, ik las vandaag nog een artikel en ik heb mijn outbreak management team, dus je hebt het primeur eigenlijk, dat ik het outbreak management team heb gevraagd om serieus te kijken naar een advies van de CDC die vandaag is uitgekomen, waarbij geadviseerd wordt de quarantaineperiode te verminderen naar 7 dagen na het testen zijn. Dus feitelijk gaat dat zo dat moeten inhouden voor Suriname. Dat als u 3 dagen van tevoren uw test hebt gedaan en we uitgaan van 7 dagen quarantaine, dat de personen feitelijk 4 dagen dan in quarantaine zouden moeten gaan. En dat is een advies dat de CDC heeft gegeven op basis van studies. Dus ik heb OMT, Outbreak Management Team, gevraagd om hier serieus naar te kijken, zodat we heel gauw kunnen uitkomen met de advies voor Suriname. Dat zou betekenen dat die 10 dagen mogelijk ingekort kan worden naar 4 dagen. Okay. En dit is alles op basis van de wetenschap. We proberen zoveel mogelijk met bewijs te werken en niet gewoon ad hoc beleid te maken op wat goed leek of wat goed aanvoelt. Maar dit is wat ik nu kan aangeven. En de quarantaine natuurlijk hebben wij gezegd dat wij ieder die vrijwillig en wil komen naar Suriname wel de gelegenheid willen geven, maar dat u dan zelf zal moeten opdraaien voor uw quarantaineverblijf. Ja, minister. En dat zal dan in een hotel moeten zijn. Of na goedkeuring van de overheid in huis quarantaine. Ja, minister Amar Ramadine, het kan best wel voorkomen dat je minder goede mensen hebt die zich niet aan de regels houden, voornamelijk mensen die uit het buitenland komen om voor hun eigen doeleinden hier te vertoeven, dat ze wel voldoen aan de regels om toe te treden naar ons land. Maar eenmaal in het land zelf zijn, kan je mogelijkheid hebben dat enkele zich niet houden aan de regels. Wat voor sancties zijn er daar tegenover als mensen zich niet houden? Ja, nou, dat is een heel belangrijke vraag, omdat we ook op dit soort van gevallen stuiten. Eén is, we vergeten vaak dat er een wet is, quarantainewet, welke aan iedereen wordt uitgereikt bij aankomst in Suriname, waar tegenover feitelijk een sanctie staat als je deze wet overtreedt en er zelf gevangenisstraf op zit. Mensen moeten dat niet onderschatten. Als we nog niet hebben opgetreden, of wel hebben opgetreden, dan... Ik weet dat er is opgetreden tegen bepaalde mensen, maar ik zou liever adviseren om in het belang van uw eigen veiligheid, maar ook in het belang van bescherming van de gezondheid van uw naasten en familie. Want als u komt naar Suriname en u gaat toch eruit, dan gaat u niet zomaar eruit. U gaat naar familie of anderen. Dat u ze mogelijk kan besmetten. Dat is de bedoeling van die quarantaine. Dat u een tijd neemt om te tonen dat u geen symptomen ontwikkelt. En als u die periode hebt uitgezeten, dan bent u veilig. Dus wij willen... En er zijn verschillende opties die we bekeken. Maar wij volgen dus ook de ontwikkelingen van COVID op de voet en in Suriname. Dus als we zien dat er een stijging mag zijn, of als we merken uit de cijfers van het BOG, uit rapportages van het BOG, dat er personen zijn die mogelijk geïdentificeerd kunnen worden als personen die quarantaineregel hebben overtreden en het geleid tot verdere massale uitbraken,
gaan we ook adequaat moeten ingrijpen. Dus dan zal het beleid dan ook een beetje gaan moeten wijzigen. Vooralsnog hebben we maar 1 of 2 gevallen gehad, hoor, sinds we die vluchten doen. Dat mag blijken dat personen besmet zijn geweest nadat ze uit Nederland zijn gekomen met een negatieve PCR. Dus dat betekent dat om die 1 of 2 gevallen die eruit zijn gegaan, we niet in ieder gaan typeren, snap je? Ja. Dus we proberen het in het belang van iedereen. Maar het allerbelangrijkste staat wel bovenaan, dat heeft de president ook gezegd. De gezondheid van de burger, van de Surinamer, staat boven alles. Oké, minister Ramadien, het is vandaag bekend geworden dat Engeland als eerste die vaccin die uitgebracht is door de farmaceutische industrie, Pfizer, heeft goedgekeurd en dat Engeland gaat beginnen met het inenten van haar burgers. Welke maatregelen heeft Suriname, heeft uw departement genomen om ervoor te zorgen dat wij eventueel ook kunnen worden voorzien van goedgekeurde vaccins? Ik heb intussen wel begrepen dat de overheid ruim 750.000 Amerikaanse dollars heeft gereserveerd om ook aan deze vaccin te komen. Mijn vraag aan u is, via welke kanalen gaan wij deze vaccin krijgen? 1. En ten tweede, van welk merk zullen wij krijgen? 2. En ten derde, zal dat genoegzaam zijn voor iedere burger? En wie komen dan als eerste in aanmerking ervoor? Oké, prima. Het vaccin is inderdaad vandaag in Groot-Brittannië goedgekeurd. Maar dat is een land alleen dat het goedkeurt. En dat is het van het merk Pfizer. Het is een proces van goedkeuring internationaal eerst die gevolgd moet worden, alvorens feitelijk de wereld kan voorzien van een vaccin. En dat geschiet meestal door gerenommeerde en erkende instanties zoals CDC, FDA, de WHO. Die moeten allemaal goedkeuring geven. De Europese Europees Agentschap voor Medicijnen. Maar ook is het bekend dat het niet fair is. Dus het beoordelingsproces moet nog in december gebeuren. En dan gaat de wereld op een veilige manier ingeënt kunnen worden. En natuurlijk zijn er verschillende farmaceuten. Wat Suriname betreft kan ik het volgende aangeven. Dat wij ons hebben gecommitteerd aan het initiatief van de PAHO. Dat is het COVAX-initiatief. Dat is een initiatief waarbij het Caribisch gebied, dus de PAHO-landen, lidlanden, zich hebben gecommitteerd aan het gezamenlijk inkopen van een goedgekeurd vaccin. En wij als Suriname hebben daar ook mee gedaan. Waarom? Omdat wat er gaat gebeuren nu is dat er een rush gaat ontstaan op het vaccin. En je niet kan rekenen op bestellingen. En dat grote landen eigenlijk eerst in aanmerking komen. Wij hebben maar 600.000 mensen, dus wij zouden ergens aan de onderzijde komen van de lijst. Dus dat betekent dat ook al dat er al zou zijn, dat je misschien pas over een 8-9 maanden jouw productie ready zou staan. En met het aansluiten bij COVAX, dan heb je een gegarandeerde, een guaranteed delivery van vaccins zo gauw het uitkomt. Dus we hebben vooraf ingespeeld hierop. En we hebben niet gereserveerd, maar we hebben al betaald. We hebben al $750.000 US dollars betaald of geïnvesteerd in het COVAX-initiatief. En welk merk het wordt, dat zal helemaal afhangen van welke vaccins eerst goedgekeurd zijn door de WHO. En dat kan zijn Pfizer of Moderna of Oxford. En het mooie van het verhaal is dat wij als staat hebben gezegd, wij gaan kiezen voor een model waar wij, want je had 2 modellen. Je had een committed model waar je dus verplicht bent de eerste goedgekeurde te accepteren. Maar je had ook een model waar je een beetje optional purchase hebt. Dat betekent dat je als staat na analyse nog kan zeggen van nee, ik wil mijn eigen merk kiezen. Dus dat kan ik de samenleving garanderen, dat wij niet voor de eerste de beste gaan. Wij gaan voor het beste. En dat is nadat mocht blijken dat we, als we toch bezwaren hebben tegen wat goedgekeurd is, dat we niet verplicht zijn dat direct te accepteren. En dat we nog even verder kunnen kijken naar een andere goedgekeurde. En dat is een beetje keus. En dat hebben we dus gekozen. Het was iets duurder. Maar we kiezen liever voor een veiliger model dan ons te committeren aan een vast model. Dus feit is wel dat zo gauw het is goedgekeurd. En dan zullen de COVAX-landen, dan de PAHO-lidlanden geïnformeerd worden. En dan krijgen we onze vaccins. Maar
wij hebben dus in het nadeel een beetje is van het COVAX-initiatief, dat je maar voor maximaal 20% van de samenleving kan inkopen. En de eerste groepen die gevaccineerd gaan worden, die zijn ook al bekend. Dat zijn de kwetsbare groepen. Dan praat je over de ouderen, maar ook over de diabeten. Dus de mensen die risico's lopen, de diabeten, de hart- en vaatziekten, hart- en vaataandoeningen dan, hypertensie. Maar ook de gezondheidswerkers. Dat zijn dus twee eerste groepen. Dus kwetsbare groepen en gezondheidswerkers die gevaccineerd gaan worden. Dat is wereldwijd zo. En daarna kan je als land gaan bepalen hoeveel je nog gaat inkopen. En wij kijken ook naar andere voorstellen, hoor, want we hebben ook andere modellen waarbij we met bevriende naties ook kunnen samenwerken voor inkopen. Of kunnen mee profiteren van de inkopen van andere landen, zoals u dat begrijpt. Ja. Dus wij kijken naar de verschillende mogelijkheden. Feit is dat wij de samenleving zo snel als mogelijk willen beschermen. En dan heb je natuurlijk die discussie, is het veilig of is het niet veilig? Laten we ervan uitgaan dat processen nauwkeurig gevolgd worden. En er zullen natuurlijk bijwerkingen zijn, maar dat heb je altijd bij elk medicament. En we moeten het safe spelen, maar ook geloof hebben in de wetenschap. En ik denk dat wij als land wel zo snel als mogelijk ons moeten laten inenten. En je moet eigenlijk een behoorlijk percentage van je populatie toch hebben. Ongeveer 60% van de populatie moet ingeënt zijn, zodat je gaan werken aan groepsimmuniteit. Ja, minister. Maar het voor Suriname, wij hebben tegen het eind van december hebben we onze campagne ready. Mm-hmm. Dus we zijn nu aan het werken aan het opzetten van de campagne. Dus het model, hoe wij dat gaan uitvoeren. Dat gaan we ook presenteren aan de regering, aan de president. En we gaan dus de medewerking van iedereen nodig hebben. Ook financiële ondersteuning gaan we nodig hebben. Het gaat niet alleen om het vaccin, de prijs van het vaccin. Het gaat om die hele opzet, de logistiek eromheen, de bewustwording, de motivatie om mensen te gaan laten vaccineren. Maar ook het belang van vaccineren. Want die economie gaat pas weer gaan normaliseren wanneer je een redelijke dekking hebt van het vaccin, een redelijke dekking van de samenleving hebt tegen het COVID-virus. Ja, minister. Dus we moeten er heel goed naar kijken en mensen moeten zich heel positief opstellen. We weten ook dat de groep mensen die tegen vaccineren zijn aan het aanzwellen is in de wereld. Maar ook daar tegenaan zullen we proberen met voorlichtingscampagnes te komen om mensen te motiveren. Ik weet dat de Suriname mensen vrij positief staan tegenover vaccins. Oké, minister. Minister Rammer, ik wil even inhaken. Er is recentelijk een internationale vergadering geweest van de G20, geleid door Saudi-Arabië, waarbij die vergadering het besluit heeft genomen dat ze bereid zijn de landen die het zich niet kunnen permitteren, dat ze die financieel zouden ondersteunen om ook aan die vaccin te komen. Daags daarna, direct daarna, heeft de chairperson van de World Health Organization, waaronder de PAHO onder andere valt, zegt dat hij een paar biljoen nodig heeft om arme landen te kunnen voorzien. Hoe gaan wij die gap kunnen aanvullen? Want als u zegt, de regering heeft de middelen wel, maar hoogwaarschijnlijk niet goed genoeg. Hoe gaan wij aan het verschil kunnen komen? Gaan we een beroep kunnen doen op donorlanden? Ik denk dat dat zeker tot een van de opties gaat behoren. Maar ik heb ook informeel al gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven, onder andere. Allemaal hebben aangegeven bereid te zijn te investeren. Omdat ook het bedrijfsleven, met name, u weet het zelf, u bent zelf ondernemer. En in het bedrijfsleven, u weet dat de bedrijfsvoering eigenlijk tot een stil is gekomen in het jaar 2020. En dat de mensen inderdaad zeggen van, hey, zolang ik die bescherming niet heb, kan ik niet weer normaliseren. Dus het bedrijfsleven gaat inkomen en dat moet je niet onderschatten. Dat is een groot deel waar we op kunnen rekenen. Maar zeker, we kijken naar alle mogelijke opties voor funding en financiering van het vaccin. Dat is prioriteit voor mij als minister van Volksgezondheid. Ja, minister, voor onze oriëntatie. Wanneer de inenting plaatsvindt, zou dat jaarlijks moeten geschieden? Of is het eenmalig? Wat is uw kennis hiervan? Zover ik heb gezien van de potentiële goedgekeurde vaccins dan, die uit zullen komen, gaat het om twee doseringen.
Dus het is een dosering die je binnen een maand 2 moet krijgen. Dus 2 doseringen in een maand. En dat maakt dus eigenlijk het niet zo goedkoop. Mm-hmm. Als je uitgaat van een $8 tot $10 mm-hmm. per vaccin, per dosering dan. Dan zit je al op een $12 miljoen voor Suriname. En dan snap je al hoe belangrijk het is om die financiële garanties te kunnen bieden. Dus we gaan natuurlijk niet in één poos en niet in één keer 100% van de samenleving kunnen vaccineren. Maar als ik al zei, als we 60% kunnen halen in het jaar 2021 en dan langzaam aan verder zullen vaccineren, dan zitten we goed. Maar nogmaals, die financiële garanties die moeten we wel kunnen bieden. Ja. En ik denk dat de overheid zich er vrij bewust van is. Prima. Hoe belangrijk maar, het is. Maar minister, terugkomend op mijn vraag. Wanneer men 2 heeft gehad, is het eenmalig je hele leven of zou dat ieder jaar moeten gebeuren? Dus dat is nog niet bekend, meneer Pierkan. Omdat het een nieuw virus is, het is een nieuw vaccin. We gaan moeten zien en dat is het nu eigenlijk. Dus er is gesproken over een levenslange immuniteit, maar daar zijn weer andere studies voor. Dat zegt van nee, het is nog even koffiedik kijken, maar voor nu... Voor wat bekend is dat 2 doseringen voldoende zullen zijn om ons tegen het COVID-virus te beschermen. En voor hoe lang er immuniteit is, dat zal in de loop der tijd wel blijken. Maar het is net als een andere vaccins die je om de zoveel tijd weer moet nemen. Maar het COVID-virus, daar is een nieuw virus, dus we gaan kijken hoe de evolutie daarvan is. Oké, dames. Prima. Dames en heren, we praten met minister Amar Ramadien. Hij is de minister van Volksgezondheid. Vandaag in de Rashid Pierkans Kalaanjorkal. Minister, nu even naar iets anders. U zult wel geïnformeerd zijn geworden, en ben ik er zeker van. Er zijn pakweg 500 Cubanen, naar schatting 500, misschien kunt u me ook corrigeren, die zich hebben gestationeerd bij South Drain in het district Nikiri, waar de Canawaima Ferry is. De beelden die wij hebben gezien, en wat voor bekend is, dat er op een bepaalde oppervlakte plotseling zoveel mensen daar zijn. En men kijkt er ook naar uit dat er mogelijk sprake kan zijn van een onhygiënische situatie. Ook is gebleken dat de mensen zich niet houden aan de rules en regulations van mondkapjes. Wat is bekend bij u als minister van Volksgezondheid? Ja, nou, dit probleem van de Cubanen die zich hebben gehuisvest op Canawaima is bekend. Het is ook een hot issue nu binnen de regering. En daarover is morgen een persconferentie waarop er meer informatie gegeven wordt. Maar het gaat om een groep van pakweg 360 personen. Dat is de laatste informatie, omdat er vandaag registraties hebben plaatsgevonden. Wat we zien daar inderdaad, de mensen willen weg. En er is een situatie daar... die zich gaat ontaarden in een mogelijk is er daar een kunnen er humanitaire situaties ontstaan, met name ziekten kunnen uitbreken, maar ook COVID kan daar mogelijk uitbreken als er personen daar bekend zijn met COVID of COVID hebben. Het is voor ons nog een beetje onbegrijpelijke situatie. De mensen weigeren ook hulp van de overheid. En dat is voor ons nog erger, want je denkt van je helpt, want NCCR is ingekomen gisteren. Het water en anders. Het gaat om zwangeren, het zijn kinderen, het zijn mensen. En het is een vrij zorgelijke situatie. Er zijn mensen die daar dreigen met suïcide, dus je snapt dat het een complex probleem is. Wat wij hebben gedaan, en wat ik heb gedaan als Volksgezondheid, is sowieso dat we het Moongra Medisch Centrum nabij Nieuw-Nikiri hebben gevraagd om garant te staan en ready te staan voor mogelijke medische calamiteiten. En dat we dan de mensen daar moeten opvangen. Dus dat is reeds in orde. En aan de andere kant moet je de mensen op een menswaardige manier ook behandelen. Maar de regering moet ook kijken naar het andere vraagstuk, namelijk het zijn ook mogelijk illegalen en andere personen. Dus dat is een ander aspect van het probleem. Ja. Ik kan slechts mening geven nu over het humanitaire, maar ook het mogelijke gevaar, medisch gevaar dat daar sluipt. Ik wil op dat gedeelte alleen bij u blijven, want dat regardeert u alleen, de overige regardeerde andere ministeries. Maar hebt u gesprekken gevoerd met de Cubaanse ambassadeur die hier in ons land is, want het gaat ook om hun burgers. En hebt u gesprek gevoerd waarbij zij mogelijk zeggen van, hey, ik wil mijn burgers ook ondersteunen, want het zijn uiteraard Cubaanse burgers, hè?
Persoonlijk heb ik wel een gesprek gevoerd met de Cubaanse ambassadeur samen met minister Ramdin, maar dat ging over een ander onderwerp. Dat ging over de missie van de Cubaanse artsen hier in Suriname. Maar we hebben, ik heb vandaag begrepen dat de minister van Buitenlandse Zaken wel een gesprek heeft gehad met de Cubaanse ambassadeur hier omtrent. Dus ik denk dat we okay. even moeten wachten op wat de minister van Buitenlandse Zaken morgen te vertellen heeft op de persconferentie. Okay. Maar het is bekend dat hij heeft aangegeven, wel informeel, dat het zijn Cubanen. Dus ze kunnen altijd naar Cuba gaan. Ook al hebben ze geen stukken of papieren. Dat staat vast, maar het is natuurlijk een situatie wat de mensen zelf willen. Hè. Dus we moeten even kijken. Maar mijn gesprek met de Cubaanse ambassadeur gisteren ging meer over de Cubaanse medische missie in Suriname. We praten met minister Amer Ramadin. Minister, ik heb een andere vraag voor u, dat even buiten de scope ligt van COVID en humanitaire zaken. Iemand heeft, voordat ik u aan de telefoon had ingebeld, dat de mensen die gedialyseerd moeten worden, blijkt nu dat ondanks het feit dat ze verzekerd zijn bij het staatsziekenfonds, ze toch een eigen bijdrage moeten doen van ruim 550 SRD. En die persoon zei, dat komt per week op gemiddeld 2650 SRD voor een patiënt. Wat is er precies aan de hand? Waarom wordt het niet gedekt? Ja, ik heb die brief vandaag ook onder ogen gehad en morgen heb ik een gesprek gepland. Maar wat de situatie is, en dat vind ik jammer eigenlijk. We hebben die situatie zo overgenomen waarbij de kostprijs van een dialysebehandeling sinds het jaar 2008 niet is veranderd naar van 550 SRD een behandeling. Dat is niet kostendekkend. Dat is een feit. Dus een dialysepakket alleen kost bij de €30 nu. Dus dan zit je al op 450 SRD en met de resterende 100 SRD kan je onmogelijk verwachten dat een onderneming en een dialysecentrum zal uitkomen. Er zijn zoveel andere kosten die er ook bij gerekend moeten worden. Dus wat ik heb gedaan, we hebben in oktober hebben wij een werkgroep geïnstalleerd. Die voor mij, het is een werkgroep Revalidatie Dialysezorg, die voor mij een kostencalculatie moest maken voor de reële prijs van een dialysebehandeling. Maar ook nog moesten zij gaan uitkijken naar leveranciers, andere leveranciers, goedkopere leveranciers met dezelfde kwaliteit. Meer een samenwerking tussen de particuliere en de overheidsdialysecentra. Dat moest allemaal door de werkgroep worden gedaan. Ze zijn nog bezig. En frappant genoeg, moet ik zeggen, en dat is een beetje jammer, participeren de particuliere dialysecentra ook in die werkgroep. En we hebben afspraken lopen dat wij een termijn eraan binden voor de werkzaamheden en dat we ze met advies uitkomen. Frappant genoeg zijn dus, het is een particulier dialysecentrum die overgegaan is zonder afstemming verder, om zo'n besluit te nemen. En dat is jammer, omdat je dan eigenlijk je wel committeert aan het werken naar een oplossing. En dan halverwege kom je zonder afstemming dan met een besluit. Hetgeen natuurlijk wel strookt met je beleid, omdat je dan niet meer betrouwbaar overkomt bij mij en bij de overheid. Dus ik heb een serieus gesprek morgen om hierover te praten. Omdat wij willen juist werken naar een oplossing. We willen juist kijken naar de mogelijkheden om de kostprijs van dialyse reëel aan te gaan passen. Maar als we dus dit soort van situaties krijgen, dan is het wel een beetje een frustrerende factor, een obstruerende factor. Want dan vertraag je eigenlijk de oplossing. Want dan moet je dus nu een andere brand gaan blussen. En de patiënten kunnen het vaak niet opbrengen. Want het zijn vaak mensen die het ook niet hebben. Dialyse is eigenlijk end-stage nierbehandeling, nierziektebehandeling. En mensen die langdurig ziek zijn, er komen ook allerlei andere kosten bij kijken. Dus niet alleen de dialysebehandeling, maar ook het onderhoud van die patiënt kost ook geld. Dus het wordt een vrij moeilijke situatie. Ja, minister, even, gaat het om één centra of gaat het om alle centra's die deze maatregelen hebben doorgevoerd? Voor zover ik heb kunnen lezen in de brief gaat het eigenlijk om één centrum. Okay. Om één centrum. Dus we gaan een gesprek voeren en kijken wat de beweegreden is. Mm. Althans, ik ben niet gealarmeerd of niet geïnformeerd door het centrum dat men over zou gaan door deze stap. Terwijl het centrum dus wel participeert in een werkgroep door mij geformeerd.
Dus, en het gaat omtrent hetzelfde onderwerp. Ja. Namelijk de berekening van die kostprijs van een behandeling. Dus we gaan kijken hoe we hiermee omgaan. Maar het is goed dat die informatie duidelijk is naar de samenleving. Ik keur het natuurlijk af, omdat wij wel begrip kunnen hebben voor de onderliggende redenen voor die aanpassing. Maar ik vind wel dat het gestructureerd moet plaatsvinden. Dus als we het doen, dan doen we het gewoon met z'n allen. Laten we niet op één centrum met één centrum een ander beleid gaat voeren dan de rest. Dus we kijken ernaar en ik ben ook in gesprek met het SZF. Het SZF participeert trouwens ook in die werkgroep. En ook de Survan participeert erin. Dus feitelijk, als we tot die kostprijs komen, dan zal iedereen zich daaraan committeren. Oké. Minister Amaramadin, mag ik u dankzeggen voor uw bijdrage en uw tijd dat u hebt willen vrijmaken om vandaag met ons te praten in Rashid Pirkan's Kal Ajorkal. Nou, meneer Pirkan, het was me genoegen, maar ik wil toch nog het laatste even iets aanhalen. En dat is iets wat me wel stoort. En namelijk, kijk, we zijn bezig met de COVID-situatie. U hebt het aangehaald, het succes. U hebt aangehaald hoe goed het gaat met de besmettingen. Althans, dat we bijna geen besmettingen hebben, maar er zijn wel ontwikkelingen die ik als minister heb geconstateerd. En ik het wel even van mijn hart af moet. Namelijk dat we zien dat ondernemingen, maar ook in de horeca en in de entertainment business, toch nog pogingen ondernemen om af te weken en zich niet te houden aan het financieel besluit. Ik roep de mensen op, en met name de mensen in de entertainmentwereld. Let erop, er is een presidentieel besluit. Laten we tenminste respect tonen voor het instituut van de president. We doen dit allemaal niet om u te pesten. We weten dat ieder moeilijk heeft. Maar er komt een oplossing binnenkort. We laten met z'n allen nog wat geduld betrachten. Omdat een volgende golf, wij dat helaas niet in staat zullen zijn dat op een adequate manier op te vangen. De middelen zijn er gewoon niet. Onze human resources zijn schaars. Onze reguliere zorg zijn we weer aan het opschalen. Het zou jammer zijn dat we met z'n allen weer in een situatie belanden waar we vanaf het begin weer aan moeten beginnen. Dus ik roep mensen op. Ik zie overal dansfeesten. Ik zie overal op Facebook advertisement van hier heb je maar niet. Karaoke en bandjes en dat soort dingen. Allemaal verboden. Als de politie gaat optreden, gaat u moeten instaan voor de consequenties. U hebt zelf de kans dat uw vergunning wordt ingetrokken. Dat zijn allemaal zaken die we niet willen. Dus als iedereen zich aan de regels houdt en wij ons best doen en u zich inzet, dan houden we het zo dat we het vaccin hebben. En dan kunnen we met z'n allen weer ruimschoots feesten. Minister Ramadin, bedankt voor uw bijdrage in Kala Chorkel en een fijne avond verder. Ja, ook een fijne avond voor u en dan de kijkers en luisteraars ook. Okay, dank u wel. Dan bent u geïnformeerd. Ik heb jammer genoeg één vraag niet behandeld, omdat het gesprek een klein beetje te lang duurde volgens afspraak. Misschien is ten aanzien van het BOG. Het gaat meer om de afhandeling bij BOG, heb ik niet meegenomen. Maar dat nemen we wel een andere keer, maar want dat zit meer in organisatorische zaak. Dit is Kala Jorkal. We zijn er vandaag weer. Blijft u luisteren en blijft u kijken. Ik ben straks weer terug met meer Rashid Pirkan's Kal Ajorkal. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkan's Kal Ajorkal. Mijn naam is Farid Pirkan en ik presenteer u deze aflevering. Zoals u eerder gemeld, heb ik de laatste uitzending mogen doen op 31 oktober. Ik heb u jammer genoeg niet op een nette manier kunnen afmelden dat we de uitzending voor een maand zouden staken vanwege persoonlijke verplichtingen. En ik bied u daarvoor mijn verontschuldigingen aan. Ik heb toen ook daarvoor gemeend om direct de maand november te gebruiken als eventueel een rustdag. Maar we zijn er vandaag weer met Kal Ajorkal en die trekken we door. Ja, waarschijnlijk tot Pasen. Laten we kijken hoe ver we komen met deze uitzending. Ik apprecieer het ten zeerste dat u uw tijd neemt om te luisteren en ook nog te kijken naar deze uitzending. Ik bedank u ook voor uw participatie en deelname aan deze uitzending. Dit is Rashid Pirkan's Kal Ajorkal. Mevrouw Patricia Etnel, DNA-lid van de Nationale Partij Suriname. Goedenavond, bent u aan de telefoon? Goedenavond meneer Farid, goedenavond luisteraars en kijkers. Ja. Mevrouw Etnel,
Onlangs heeft de voorzitter van de NDP en tevens gewezen president D.C. Boutersen wat opmerkelijke uitspraken gedaan in zijn partijcentrum Ozier, waarbij het geen gevoel heeft gegeven al zou de burgers de wapens moeten opnemen tegen het beleid en tegen het gezag die er nu aan de macht is. U hebt er een uitgesproken mening. Wat heeft u zo aan gestoord? Wel, er is een kopstuk verschenen in een dagblad tenminste, waarbij niet één, maar verschillende, waarbij ze worden aangegeven dat dit soort dingen je met wapens moet verwijderen. En voor mij was dat een teken van, het hoort niet zo. Ik ga ervan uit dat je als politicus na jaren groeit, vormt jezelf als een geestelijke groei, de kijk op zaken. En dat je op zo'n manier door blijft gaan, betekent dat die groei er niet is geweest al die jaren. En natuurlijk wanneer we kijken naar de persoon die leider is geweest een aantal jaren en nog steeds maar het land heeft kunnen besturen samen met zijn team, dan kunnen we nagaan vanaf 1980 wat er met Suriname is gebeurd tot vandaag. En we zitten er vandaag weer heel diep in problemen. En dan ga ik ervan uit dat je als leider in plaats van een legacy achter te laten, je alleen maar problemen voor ons achterlaten, mensen, dat is daar jouw legacy. En dan kom je dan ook nog een grote mond opzetten, alsof je niet gevormd bent al die jaren. Ik bedoel, in 1980 was je nog onervaren en jong, je kan het dan nog begrijpen, je weet niet wat je moet doen, je denkt dat het oezie het is. Maar we hebben democratie gehad in 1987. En ook via dat systeem ben je president geworden. Dan moet je weten wat je zegt. En wanneer men zegt van ja, daarna komt men terug alsof het zo zijn ideologische zaken. Wel, geen enkele ideologie gaat je komen zeggen dat je zaken met wapens moet verwijderen. Ideologische wapens. Ik denk dat bestaat niet. Ja. Je interpreteert die zaken ook niet. Ja, dus, mevrouw Ednel, de opmerkelijke uitspraken die zijn gedaan zijn onder andere bepaalde ontwikkelingen aan de gang. Soortgelijke ontwikkelingen hebben in onze geschiedenis ook gehad. En volgens hem kunnen soortgelijke ontwikkelingen alleen veranderd kunnen worden met wapens. Ook gaf hij ook aan en hij verwees naar de Abrahams die het niet meer aan kunnen. Hij en onder andere de Abrahams. Direct daarna is de woordvoerder van de NDP uitgekomen door te zeggen dat mensen het verkeerd hebben begrepen en de interpretatie is verkeerd geweest. Meneer Panka, die nou de woordvoerder is van de NDP, zei dat het meer gezien moest worden in het licht van een ideologische uitdrukking. Kunt u zich daarin terugvinden? Absoluut niet. Ik kan me absoluut niet daarin terugvinden. Wanneer je de eerste keer die boodschap brengt, en dat is mijn mening, na zoveel jaren, ik bedoel, Boutersen is niet meer jong. Dus ik bedoel, als je jong bent en je zegt iets, dan kan je zeggen, oké, maar heeft het niet begrepen. Na zoveel jaren warm te zijn. Als je iets zegt, dan moet je het zeggen, omdat je weet wat je zegt. Dan kan niemand achteraf komen aangeven van, luister nou, dat bedoelde de persoon niet, terwijl het dat moet zijn en dat is het niet. Nee, ik bedoel, dat is ook. Toch, ik denk dat die meneer duidelijk is geweest. En dat is zij. Hij verwees ook naar Abraham. Dat wil zeggen, de mannen, de groep van 16, ze weten wat ze moesten doen. Toch? En als je praat over wapens en je kijkt naar de persoon Boutersen, dan weet je wat voor wapens hij bedoelt. Want dat is, en ik vind, als je weet dat het is, dan moet je dat woord niet bezigen. Want je weet wanneer je gaat praten over wapens, wat men gaat denken. Want men weet dat, want toen jij jezelf leider, je als leider vestigde binnen de politieke constellatie van Suriname, je dat hebt gedaan met wapens. En dat zijn ook ideologische wapens geweest, dat zijn oezies geweest. Dus wanneer je dat soort dingen begint te bezigen, dan moet je weten dat men niet gaat denken aan geen enkel ideologische wapens. Dus datgene wat meneer Panka heeft gezegd, het slaat op niks. Ja. 10 keer niks. Mevrouw Ednel, 10 jaren lang is de heer Boutersen aan de macht geweest. Middels verkiezingen heeft hij dat kunnen bewerkstelligen. En steeds toen ook de personen die in de oppositie waren, waarvan een groot deel nu in de coalitie zitten,
destijds hebben geprotesteerd, maakte hij steeds wel de opmerking dat ze geduld moesten hebben en dat ze de verkiezingen moesten afwachten. Die verkiezingen zijn er geweest. Meneer Boutersen en zijn partij zitten nu in de oppositie. Moet hij nu ook weer geduld betrachten en een nieuwe verkiezing afwachten over 5 jaar? Als ik ervan uitga, tenminste als ik niet vanuit ga, als ik kijk wat Boutersen heeft gedaan met het land, zijn team, de afgelopen 10 jaren. De chaos die heeft gecreëerd, de wanorde, die troep, die rommel, die problemen, die financiële catastrofe. Nou, dan moet hij meer dan geduld hebben. Hij moet rustig in zijn hobbelstoel gaan zitten. Toch? En ervoor zorgen dat hij gaat bidden voor die toekomst, dat het allemaal goed komt. En dan moet hij niet wachten op de volgende verkiezing. Hij moet gewoon rust nemen en zich geen enkele verkiezing meer afwachten. Laten we kijken wie daarna komt binnen zijn partij. En die moeten dan gaan leren om het beter te doen. Toch? Want zijn handen zijn krabieten aan. Alles wat hij aanraakt gaat niet goed. Het gaat helemaal krom en schief. En dat is iets dat hij zijn mensen moet gaan leren. Toch? Om niet te stelen, om niet te roven van het volk. Dat is wat hij ze moet leren. En dan denk je dat, dan laten we zien wat het dan wordt. Maar voorlopig, als je mij vraagt, moet deze meneer gewoon in zijn hobbelstoel gaan zitten. Dat is wat hij moet doen. Ik bedoel, come on. Je hebt het toen niet bewezen in 1980 te kunnen. Tussen 2010 en 2020 heb je het ook niet bewezen. En dan ben je nog veel ouder geworden. En dan ga ik ervan uit dat je wijsheid hebt gehad. Ik denk dat hij dat niet heeft meegekregen in die vorm. Mevrouw Patricia Ednel, mag ik u bedanken voor uw bijdrage en uw tijd om te participeren in Rashid Pierkans Kalajorkal en een fijne avond verder. Prima, dan hebben we onze gasten volgens afspraak reeds gehad. En dan gaan we voor u de telefoonlijnen opengooien en dan verwacht ik uw participatie in Rashid Pierkans Kalajorkal. En ik groet ook vanuit deze plaats de vele mensen die luisteren en die kijken via onze social platformen, YouTube en Facebook en ook via de online radio naar Rashid Pierkans Kalajorkal. By the way, we zijn er weer op onze gebruikelijke dagen, de woensdag en de zaterdag. Komende zaterdag zit ik weer aan, dan doen we samen een presentatie. Serena Esset gaat er dan ook weer bij zijn, want zoals ik al eerder had geïnformeerd, ruim een maand geleden, is dat Serena en Esset en ik hebben afgesproken dat we een aantal proefuitzendingen gaan doen om te kijken hoe een duo-presentatie werkt in Kalajorkal. We zijn de mening toegedaan hier bij RBN dat na zoveel jaren er steeds 1 presentator is geweest. Per uitzending, per aflevering, misschien het tijd wordt om meerdere mensen te laten participeren in het presenteren van Kalajorkal. We hebben reeds 1 uitzending gedaan met Serena Esset. En die uitzending is heel mooi verwelkomd door u als kijker en als luisteraar. We hebben goede reacties gehad van haar stijl van presentatie. Het is overigens een heel aardige dame, een heel aardige mevrouw, heel goed ontwikkeld. Alleen moeten we nou gaan kijken, passen en meten in tijd waar we elkaar kunnen vinden in onderwerpen en topics. Het is overigens geenszins de bedoeling dat we per se dezelfde mening hoeven te hebben in Kalajorkal. Dus zaterdag zit ik er weer aan met Serena Esset. De situatie van de Kubanen is u intussen bekend. U heeft minister Ramadien eerder gehoord in deze uitzending. Hij praat erover dat het om pakweg 360 Kubanen gaat. 360 Kubanen transporteren vanuit Paramaribo naar Nikeri in bussen. Betekent niks anders dat dit in een georganiseerd verband is gebeurd. Maar ik ga straks ook weer daarop terugkomen. Ik wil bellers de gelegenheid geven en daarna ga ik het Cubaans verhaal afmaken. Goedenavond, u bent in de uitzending. Hallo, bent u er nog? Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, en ik heb een vraagje, hè? Jawel. Het is zo, als mensen vanuit Nederland komen, dan moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Onder andere, je moet in quarantaine. Of je kan ook in thuisquarantaine. Ja, en dan moet je een bepaald bedrag betalen. Ik denk het is zo'n 5.000, hè? Nou, ik heb op het nieuws vernomen dat bepaalde mensen hebben geklaagd dat ze betalen. En niemand van de beveiliging komt opdagen. Nou, ik dacht, dat kan niet. Maar gelukkig ken ik 1 familie die gekomen is naar Suriname vanwege een begrafenis.
En ze logeren op ongeveer 25, 30 kilometer van Paramaribo. En ze hebben betaald voor de beveiliging, want ze gaan in thuisquarantaine. Ze hebben nog nooit, ik ben daar geweest, een beveiliger daar gehad. Ze hebben contact met die mensen gehad en ze zeggen nou, jullie wonen te ver. Oké, okay, dan in zo'n geval. Mag ik dit natrekken? Nee, ik ga het niet natrekken. Want het is uw waarneming. Ik denk dat wat de mensen moeten doen, het is hun waarneming, dat ze hun beklag moeten doen bij het ministerie van Volksgezondheid hierover. Ze moeten hun beklag doen, omdat dit zijn vereisten om toegelaten te worden in ons land. En als één organisatie niet voldoet aan de vereisten, in dit geval een bewakingsbureau waarover u het hebt, moeten ze hun beklag daarover gaan doen. En dan moeten ze ook mogelijk opeisen dat ze hun geld terugkrijgen. Dat ook nog. Dat is wat ik u kan adviseren. Zouden ze niet naar de politie moeten gaan voor oplichting? Dat zou eventueel ook kunnen. Dat zou eventueel ook kunnen. Dus ze moeten hun beklag kunnen doen. Hartelijk bedankt. Ja, oké. Okay. Ik hoop dat meerdere mensen dit horen en dat ze dit kunnen doorgeven. Oké, dank u wel. Ik heb het ook gehoord, ik heb het zelf niet meegemaakt, houdt u dat vast. En ik wil niet gaan generaliseren dat het om alle bewakingsbedrijven gaat die participeren in dat systeem. Dus ik weet niet over welk bureau het per se gaat. Maar mocht het überhaupt voorkomen en u bent de mening toegedaan dat u uw dienst niet krijgt zoals is afgesproken en waarvoor u betaald hebt, dan moet u uw beklag doen erover. En het is wel goed dat u het aan mij vertelt en dat grote delen van de samenleving ook kennis ervan nemen. Maar u zou uw beklag kunnen deponeren bij het ministerie van Volksgezondheid en kunnen zij daarmee ook omgaan. U kunt eventueel, zoals de minister zegt, ook een beklag doen bij de politie. Want de mensen hebben hun diensten aangeboden tegen een x-bedrag en de mensen voldoen niet aan de diensten zoals ze hebben afgesproken. En daar kan er even sprake zijn mogelijk van wanprestatie, dat kan. Maar er kan ook eventueel sprake zijn van mogelijke oplichting van de zaak. Dus daaraan wil ik niet gaan komen per se, maar misschien eerder wanprestatie. Maar u zou uw beklag bij de juiste instantie, welke ik heb opgenoemd voor u, kunnen deponeren. Dit is Rashid Pierkans, Kul Ajor Kul. Onze eerste uitzending na pakweg een maand. Ter herinnering, we zijn er vanaf vandaag weer op onze gebruikelijke dagen. De woensdagavond om 8 uur. En dan weer op de zaterdag om 10 uur morgens. En u weet, we zenden op de zaterdags uit via onze andere frequentie, RBN kanaal 5.1. Ik wil het Cubaans verhaal nog even gaan afmaken. U hebt het verhaal al gehoord. Pakweg 360 Cubanen zijn getransporteerd geworden vanuit Paramaribo naar Soudrain in Nikeri. Soudrain is de locatie waar de Canawaima ferry is. En waarbij, wanneer die boot tenminste vaart, want die boot vaart al een heel jaar niet, dat de mensen graag willen vertrekken uit Suriname. 360 mensen in één rit transporteren vanuit Paramaribo naar Nikeri, dat betekent het is georganiseerd. Het is geen wilde, blinde actie. Het is georganiseerd om zoveel mensen tegelijkertijd naar één locatie te brengen. Wat we zien, althans wat ik zie, is dat men een terrein heeft bezet van de staat, van een autoriteit, Canawaima-autoriteit, heeft men daar bezet gehouden. Zoveel mensen op één locatie, waarbij er niet genoeg sanitaire voorzieningen zijn, kan leiden tot humanitaire escalaties, onhygiëne situaties. Dat heeft de minister ook al kenbaar gemaakt. De mensen hebben gezegd, ze willen niet meer in Suriname vertoeven, vanwege het feit dat ze geen banen meer kunnen vinden. Ze komen niet meer hun dure kosten. Ze hadden andere verwachtingen over het land Suriname. Maar u begrijpt wat er ook is gebeurd in ons land, wat overigens in de hele wereld is gebeurd. De hele economie is neergestort. Bij ons is het neergestort om diverse redenen. 1. Omdat de vorige regeringen bitter weinig aan geld hebben overgelaten. Ze hebben de instituten kapotgeslagen en on top of line hebben wij COVID nog bijgekregen. Dus wij hebben grotere problemen om te verwerken. Dan komt bij de mensen op neer dat ze naar Guyana willen. Ze willen de oversteek naar Guyana doen. Dat is wel een probleem. Boten varen niet. Er is geen reguliere dienst. Formeel is de grens tussen Suriname en Guyana nog dicht. Formeel is die nog dicht. Dus het is een beetje onbegrijpelijk. En we gaan hoogwaarschijnlijk morgen er meer van horen.
Hoe komt het dat de mensen zich verplaatst hebben naar Soudrien? Hebben ze niet geweten dat er geen weerverbinding is? Hebben ze niet geweten dat die Kanawaima defect is? Dus iets is misgegaan in die communicatie bij de mensen die ze mogelijk hebben gezegd, gaan jullie maar daar parkeren, want er is geen veerverbinding. Dat betekent dat die mensen daar gaan blijven. Al bij al zeggen de mensen, ze willen uit het land. Ze zeggen, ze willen naar Guyana en ze willen niet verblijven in Guyana. Ze willen doortrekken van Guyana naar mogelijk Brazilië, dan naar Colombia, om met hun eindbestemming de Verenigde Staten van Amerika te bereiken. Dat hebben ze kenbaar gemaakt. Een ander probleem dat zich gaat voordoen. Eén, er is geen boot. Dat is één. Twee, wat bekend is vanuit de Guyanese zijde, is dat de Guyanese overheid heeft bekendgemaakt dat ze 12 december hun boot gaan inzetten. Want die Kanawaima is kapot. Ze gaan hun ferry inzetten om die verbinding tot stand te brengen. Niet per se voor de Guyanese, maar dat was al in de maak. Na goed overleg tussen de twee regeringen en recentelijk ook door de komst van president Ali in Suriname. Dus dat was al in de maak. Die ferryboot wordt per 12 december niet ingezet per se voor de Guyanese. Wat er gaat gebeuren, is dat de Guyanese overheid heeft gezegd dat iedereen, maakt niet uit of het al Cubanen zijn, iedereen die de oversteek willen gaan doen naar Guyana, maakt niet uit wie, ze gaan moeten voldoen aan de havenmaatregelen. Met andere woorden, als jij Guyana binnenkomt of binnen wil komen, dan ga je ook een 72 uur COVID-test moeten hebben. Je gaat niet huppelend Guyana binnenkomen. Guyana heeft ook haar eigen spelregels. En de vraagstelling ook nog, wil Guyana per se deze 360 mensen wel op hun territorium hebben, waar de mensen nu al hebben gezegd, ze willen Guyana gebruiken als een transitroute met hun eindbestemming de Verenigde Staten van Amerika. De vraag is, willen de Guyanese dat wel? Willen de Guyanese mensen accommoderen die nu al gezien worden en die nu al kenbaar gemaakt hebben dat ze door willen vluchten of door willen trekken naar Amerika zonder toestemming van de Verenigde Staten? Met andere woorden, ze gaan pogingen wagen om het land Amerika illegaal binnen te komen, al dan niet via hun eigen routes. Ik denk niet dat de Guyanese daaraan gaan meewerken, vooral waar we hebben gezien dat de betrekkingen met Amerika en Guyana heel erg sterk zijn geworden de afgelopen periode. We hebben dat ook gezien in ons eigen land, maar we praten nu voornamelijk even over Guyana. We hebben gezien de komst van de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Pompeo, die pakweg 2 dagen is gebleven in Guyana om samenwerkingsverbanden aan te spreken. We hebben ook nog gezien in Guyana de afgelopen 2 jaar dat Exxon, Amerika's, een van Amerika's grootste oliemaatschappijen, met de olieboringen bezig zijn daar. Ze pompen al olie daar. Dus ik geloof niet dat de Guyanese regering gaat meewerken dat hun grondgebied misbruikt gaat worden, niet gebruikt, misbruikt gaan worden om als een vluchtroute te dienen naar Amerika. Dus wij gaan hoogwaarschijnlijk, als de Guyanese niet willen meewerken, op gescheept zitten met die pakweg 360 Cubanen die weg willen. Laten we ook één ding vaststellen. De mensen zijn hier naar ons land op een legale manier binnengekomen via de luchthaven Zandré. Ze vertoeven hier al een poos. Ze hebben gewerkt. Ze hebben goede diensten gedaan. Ze komen echter niet meer uit en daarom willen ze weg. Eén ding is wel een feit dat wanneer mensen hun land ontvluchten, om welke redenen, mogen het politieke vluchtelingen zijn of mogen het economische vluchtelingen zijn, dan is dat heel erg hard. Niemand wil uit zijn eigen land gaan. Maar er staat bekend dat in Cuba het niet goed vertoeven is voor de gemiddelde burger in Cuba, omdat Cuba nog een communistisch land is, waarbij de inverdiencapaciteit in Cuba zelf heel erg en heel minimaal is. Dus deze mensen zouden in principe moeten zeggen, ik wil terug naar mijn land. Ik wil terug naar mijn land. Maar dat willen ze natuurlijk niet, want ze zijn ontvlucht uit hun land. Al dan niet om met andere drogredenen zijn ze ontvlucht. De Cubaanse ambassadeur heeft zijn misnoegen kenbaar gemaakt. De ambassadeur die hier ter lande is, die heeft gezegd van, dat zijn slecht ontwikkelde mensen. Met andere woorden, Cuba heeft goed onderwijs. By the way, Cuba heeft overigens werkelijk goed onderwijs. Als deze mensen zich goed hadden ontwikkeld, zouden ze Cuba nooit hebben verlaten.
En mochten ze ooit Cuba willen verlaten, zouden ze Cuba hebben verlaten met een goede ontwikkeling, waarbij ze met een goede ontwikkeling ook goede banen zouden kunnen vinden. Dus hij heeft ze onder de streep gezet van de slecht ontwikkelde mensen. Met andere woorden, de Cubaanse ambassadeur heeft op niet misverstaande woorden bekendgemaakt en medegedeeld. Ja jongens, jullie bekijken het, want jullie willen we toch maar even niet terug hebben. Ze worden ook wel gezien, zonder dat hij dat heeft gezegd, worden dit soort mensen gezien als landverraders. De mensen gaan overigens nu, dus wij gaan een poos opgezeep schitteren ermee. Met de mensen. Als land gaan we ze op basis van humanitaire redenen, gaan wij ze moeten onderhouden en moeten voorzien. Uiteraard ga ik er gevoelig van uit dat minister Randin morgen meer kenbaar gaat maken als minister van Buitenlandse Zaken. Welke internationale donoren hij gaat aanspreken, mocht deze humanitaire zaak van 360 plus Cubanen op één locatie zich langer gaan voordoen. Want we gaan hulp nodig hebben. We gaan hulp nodig hebben, want hoe lang gaan we kunnen putten uit onze eigen staatskas, waarvan we zelf al geen middelen genoeg van hebben. Daar hebben we niet genoeg middelen voor. Dus hij gaat morgen waarschijnlijk het een en ander kenbaar maken. Hoe ga je die 360 mensen verzorgen als bij wijze van spreken Guyana zegt: nee jongens, jullie zijn niet welkom. Dan wat dan? Dan wat dan? Normaliter, in een normale situatie, als de mensen hun tijd verstreken is in hun land en ze worden aangemerkt als ze zijn illegalen, laten we zeggen, ze worden aangemerkt als illegalen, zouden ze volgens de regels gedeporteerd moeten worden naar hun eigen land. Met andere woorden, Cuba. Dus zou de overheid zich ze herkennen als ze zijn, u bent illegaal in het land, dan zegt de regelgeving, illegalen in een land op mijn territorium moeten gearresteerd worden. Ze moeten gearresteerd worden en dan moet het proces op gang gezet worden voor deportatie. En het deporteren gebeurt alleen naar het land van herkomst. En hun land van herkomst is Cuba. Dus de vraag is, willen ze gedeporteerd worden? Uit de beelden die ik heb gezien, en u mogelijk ook, hebben ze wel kenbaar gemaakt dat ze geen confrontatie willen. Dat hebben ze duidelijk gezegd, ze willen niet. Ze hebben ook kenbaar gemaakt dat ze van Suriname houden. Ze hebben ook kenbaar gemaakt de reden waarom ze weg willen. Ze verdienen gewoon niet genoeg. Want ze zijn gekomen om te werken, om te verdienen, om een bestaan op te bouwen en eventueel wat middelen naar hun familie te sturen. Maar ze hebben duidelijk kenbaar gemaakt, het zijn geen mensen die conflicterend zijn. Het zijn geen mensen die conflicten willen met het land Suriname. En ze zijn helemaal niet op ruzietoer. Ze willen gewoon weg. Dus het is een moeilijke impasse waarin deze regering onder leiding van Santokki nu is komen te verkeren met hun. Ik ben echt benieuwd hoe dat uitpakt morgen met meneer Randin. Gaan ze hier blijven? Ja, voor hoe lang? Ga je ze identificeren als illegale? Prima. Wat zeggen de regels voor illegale? Deportatie. Waar wil je ze deporteren? Naar het thuisland, het vasteland Cuba. En ik denk niet dat de mensen terug willen naar Cuba. Dat geloof ik niet. Dat de mensen terug willen. Overigens, mocht je ze deporteren naar Cuba, want Suriname heeft op papier een bevriende relatie met het land Cuba. Mocht je ze willen deporteren naar Cuba en de Cubaanse regering gaat ze verwelkomen, is de kans er dik in dat deze mensen vanwege het systeem in Cuba vervolgd zullen worden in hun land op de een of andere manier. Dus dit wordt moeilijk. Dit wordt moeilijk. Het heeft geen gemakkelijke oplossing. Ik zie er geen gemakkelijke oplossing voorlopig in. Tenzij Guyana morgenochtend zegt: you're welcome in Guyana. We'll put a ferry boat for you and step in and cross over and find your way to the USA. Wat ik dan ook overigens betwijfel. Dit is Rashid Pierkans, Kalaan Jorkel, is onze eerste uitzending na een poos, een maand break. Door COVID-19, ons hele leven, dit hele jaar is beheerst geworden door COVID. U merkt, ik hoef u niet te vertellen wat er gebeurt. Iedereen maakt het op zijn eigen niveau mee. Mensen leven onder verdrukking in mijn land. Mensen leven onder stress. Mensen hebben hoop en ze hopen dat er wat gaat gebeuren. Ze hebben hoop in deze regering. Ze willen vooruitgang zien, maar het vlot nog niet hoe de mensen dat hadden verwacht.
Het probleem is waarom het mogelijk niet naar verwachting verloopt. De regering is 4 maanden. Het is bijna onmogelijk om een land te liften dat letterlijk in een gat is gevallen, te liften in 4 maanden. De kasreserves die zijn er bijna niet. Ik weet dat de overheid haastig op zoek is om samenwerkingen aan te gaan met landen om ervoor zorg te dragen. Onder andere dat we die grote schuldenlast, we hebben enorm... Bouters heeft gewoon een hoofdpijn op ons hoofd gezet met schulden. Hoofdpijn heeft hij gezet. Ik denk dat Bouters gewoon een jaar niet moet praten. Echt waar, hij moet zich een beetje schamen. Zoveel schulden zijn achtergelaten. En dan hoorde ik hem zeggen, ja, toen we er waren, dan konden we hier schuiven, daar schuiven, hier. Want je hebt niks geschoven, je hebt alleen leningen genomen. En die leningen, die verzwaring, voelen we allemaal in een enorme economische catastrofe waarin we zijn komen te verkeren. En dan on top of it, hebben we COVID, we zien het bedrijfsleven draait niet. Mensen die een baan hebben, moeten hun baan houden. Ik adviseer jullie, hou je baan. Als je wil gaan huppelen, ga huppelen. Maar hoe ver ga je huppelen? Waar ga je stoppen met huppelen? Ergens moet je stoppen met huppelen. Je kan het je hele leven blijven huppelen. Dus geduld moet er zijn, maar de vraag is die de burger ook zegt. Hoeveel veerkracht heb ik nog? Hoeveel veerkracht heb ik nog? We zien in grotere landen met meer veerkracht die goede instituten hebben, goede reserves hebben, dat ze ook grote problemen hebben. Als we kijken naar de G7-landen, onder andere een aantal van de G7-landen, dan zien we dat Italië, Frankrijk, we zien Engeland, we zien Canada, Duitsland, Amerika, Japan, dat ze enorm veel geld hebben gepompt in hun economie, geld hebben gepompt in hun economie, om de economie drijvend te houden. Want ook daar zijn mensen werkloos, ook daar zijn bedrijven gesloten. Maar doordat zij enorme grote reserves hebben, want de man ja maar money lek unu toch, unu bossa money toch, money not dit, maar bossa money. Maar zij hebben steeds hun reserves opgebouwd en ze pompen die in hun economie, zodat ze die economie en tenminste open kunnen houden. Als je kijkt dat Amerika pakweg 2,3 biljoen heeft gepompt. 2,3 biljoen heeft gepompt. Japan heeft er ongeveer 2 biljoen gepompt. Canada heeft er 362 miljard in gepompt in hun economie. En wat is gepompt in hun economie? Het bedrijfsleven is dicht. Mensen zijn werkloos geworden. Je kan de mensen niet laten sterven. Dus je moet geld geven dat die mensen tenminste kunnen leven tot de economie weer normaal op gang komt. Wij kunnen dat niet doen. Er is geen geld. Wij hebben, ieder bedrijf die op een nette manier heeft gewerkt, hebben problemen. Allemaal. De mensen die zwijgen. Ja, het kan zijn dat mensen ook inderdaad wat hard hebben gewerkt. Laten we dat ook vasthouden. Maar je hebt ook veel mensen die overnight hier in dit land miljonair zijn geworden. Overnight. Ik ga nog met verhalen komen wat ze hebben gedaan met die goudconcessies. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft recentelijk uitspraken gedaan in de Nationale Assemblee. Maar het zijn gewoon georganiseerde misdaad. Wat ze hebben gedaan. En wat zegt die bevolking? En terecht zegt die bevolking. Ga dat geld halen als je de mening bent toegedaan dat die middelen zijn gestolen. Correct. Maar dat is weer een fase apart. Je gaat niet morgenochtend die middelen kunnen gaan halen. Je gaat onderzoek moeten doen. Je gaat bewijslasten moeten leveren. En dat zijn allemaal processen in due time gebeuren. Dat gebeurt niet morgenochtend. Maar intussen moet het land door. Het land moet door. Het land heeft cashflow nodig. Dit land heeft cashflow nodig. We moeten die schulden die er zijn, moeten we kunnen parkeren. Dat heeft de regering al geprobeerd. Ze vragen nu aan Oppenheimer, vragen ze... om die schulden te verschuiven naar een langere termijn. Want waarom moet je die schulden verschuiven? Je moet het als je eigen leven zien. Zie het in een klein verband als je eigen leven. Je hebt een lening genomen en iedere maand moet jij die lening betalen. En die betaal je uit je salaris. Want je hebt het berekend, ik ga zoveel eten, ik ga zoveel drinken en ga ik mijn lening betalen. Maar plotseling krijg je een situatie dat je hebberig bent geworden en je bent meer gaan lenen. Je bent nog een hypotheek gaan nemen, nog een hypotheek. Dus je hebt 2 hypotheken genomen, 2 leningen. En je komt dan niet meer uit met je geld. Want je geld heeft een rek.
en je komt niet meer uit omdat je meer bent gaan lenen. Dan kom je zuurstof tekort. Wat je dan gaat doen, je gaat naar die bankinstelling of naar die geldschieter om te zeggen, hey, kan je die leningen die ik heb genomen, kan je het even verschuiven voor me? Kan je het verschuiven? Wat gaat hoogwaarschijnlijk die bank zeggen tegen jou? Of die geldschieter? Oké, ik ga het verschuiven voor je. Maar je gaat me meer rente betalen tegen de tijd dat je weer met die aflossing begint. Dus zo moet je het in een groot verband zien in het land. Dus wanneer we die lening gaan verschuiven, wat hoogwaarschijnlijk gaat gebeuren, dan gaat tegen die tijd zeggen van oké, je wil het 3 jaar verschuiven, maar je gaat me wel een paar dubbeltjes meer geven. Maar dat is ook dan wel goed, want intussen heb jij tijd om te werken, om te verdienen. Want nu alles wat we verdienen, betalen we aan schulden. Wat we verdienen, betalen we aan schulden. Er blijft niks over. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, hallo, goedenavond. Goedenavond. Ik zou graag willen... Oké, die verbinding is eruit. Verontschuldiging, kunt u weer inbellen? U was net begonnen, verwacht uw telefoon nog een keer. Dit is Rashid Pierkans Kalaan Jorkal. In onze DNA gaat donderdag, dat is morgen, gaan ze in behandeling nemen. Dan gaat de hoorcommissie komt bij elkaar in de Nationale Assemblée om de zaak te behandelen van de gewezen vicepresident Ashwin Adin, tevens nu DNA-lid, waarbij het verzoek is gedaan door de procureur-generaal om hem in staat van beschuldiging te stellen. U weet dat ambtsdragers en gewezen ambtsdragers volgens artikel 140, zover er sprake is van dat ze mogelijk een misdaad of een misdrijf hebben begaan, de procureur-generaal volgens artikel 140 een verzoek moet doen aan de Nationale Assemblée, zodat de Nationale Assemblée volgens hun discussie die desbetreffende persoon en of personen in staat van beschuldiging kan stellen. En dat heeft de PG gedaan. Het is een ongebruikelijk artikel waarvan velen de mening zijn toegedaan dat het geschrapt moet worden. Ik ben persoonlijk ook de mening toegedaan dat het artikel weg moet. Omdat het kan nimmer zo zijn dat de Nationale Assemblée boven het Openbaar Ministerie komt te zitten en op een gegeven moment de rechter gaat uithangen of iemand nou in staat van beschuldiging de ontheffing gegeven kan worden of niet. Dus dit artikel moet radicaal eruit. Ik ben benieuwd welke parlementariër een wetsvoorstel gaat indienen om dit te gaan schrappen. Maar we komen straks daarop terug. U bent in de uitzending. Gaat u gang? Hallo? Ja, goedenavond. Gaat u gang? Goedenavond. Ja. Ja, ik heb een vraag over de Scalians, hè? Meneer Brunswijk heeft verklaard dat 24 november alle Scalians uit het Marowijnengebied zouden worden verwijderd. Tot nu toe heb ik op het nieuws niks vernomen of dat het geval is geweest. Kunt u mij vertellen of dat zo is? Oké, dank u wel. Ik ga het even moeten informeren. Ik heb of dat inderdaad is gebeurd. Als ik het antwoord heb, ga ik u dat zaterdag geven. Ik draag er vooralsnog nog geen kennis van, maar ik wil het wel voor u gaan informeren. Er was inderdaad sprake van een afgelopen periode waarbij de minister van Justitie, NH en ook vicepresident Ronnie Brunswijk kenbaar hebben gemaakt, althans ook de regering kenbaar heeft gemaakt, dat die Scalians permanent moeten verdwijnen uit de wateren waar zij goud menen. Dat was wel kenbaar gemaakt. Ik zal wel voor u natrekken als ze inderdaad reeds verwijderd zijn geworden. Maar dan hoort u dat zaterdag van mij. Prima, we gaan even terug naar het staat van beschuldiging. Dus Adin wordt verweten dat hij apparatuur heeft ontvreemd. Een x-aantal apparaten heeft ontvreemd. En op grond daarvan wil het Openbaar Ministerie hem vervolgen. Het Openbaar Ministerie heeft een eerste poging gedaan, waarbij ze de mening waren toegedaan dat ze op grond van een aantal feiten geen gebruik hoefden te maken bij de Nationale Assemblée om hem in staat van beschuldiging te stellen. Uiteindelijk heeft de rechter, zoals het in een beschaafde samenleving hoort, het Openbaar Ministerie teruggefloten. Teruggefloten door te zeggen, nee, u bent incorrect in uw handeling. U kunt de persoon in kwestie niet op de manier hoe u hebt gedaan vervolgen. U zou het volgens artikel 140 moeten doen en daarvoor moet u naar de Nationale Assemblée. En zo hoort het in een correct. We kunnen er oneens mee zijn met het besluit van de rechter, maar zo werkt het in een rechtssysteem.
You win one, you lose one. Je krijgt niet altijd het gelijk aan je zijde. En zo ook het Openbaar Ministerie niet. Dus wat heeft het Openbaar Ministerie gedaan? Die zegt, oké, meneer de rechter of mevrouw de rechter, bedankt voor uw oordeel. We schikken ons naar uw oordeel en we gaan de andere wegen bewandelen. En die hebben ze nu gedaan. Ze hebben hem gedeponeerd bij de Nationale Assemblee. En morgen gaan ze dan het besluit nemen. Adin mag als parlementariër, want hij is ook parlementariër, aanwezig zijn. En hij mag ook oordelen over zijn eigen besluit. Dus we kijken uit wat dat gaat worden. Vooralsnog geloof ik dat de coalitie op lijn zit. Op lijn in die zin dat ze hoogwaarschijnlijk in de discussie met elkaar tot een overeenstemming gaan kunnen komen. Of al dan niet Adin die ontheffing te verlenen, dat de PG hem verder mag vervolgen. Er zijn parlementariërs die ik heb gesproken, die de mening zijn toegedaan dat artikel 140 totaal geschrapt moet worden. Een van de parlementariërs is Binda. En hij zegt, het is een onding. Hij vindt dat iedere burger op een gelijkwaardige manier behandeld moet worden. En zo ook de parlementariërs. Het mag nimmer zo zijn dat ambtsdragers of gewezen ambtsdragers een bepaalde privilege voor recht krijgen in geval zij verdacht worden van een mogelijke misdrijf. Ze moeten als gelijke burgers behandeld worden, dus hij wil het artikel schrappen. Nu heeft hij dat leuk gezegd, ik vind het leuk en aardig, het klinkt heel erg interessant, maar het gaat boeiend worden wanneer ze een wetsproduct voorstellen, DNA. Dan wordt het interessant. Dus ik ben benieuwd welke parlementariërs na dit traject met een voorstel gaan komen om dit artikel te schrappen. Daar ben ik echt benieuwd aan. Want we kunnen veel praten, maar uiteindelijk moeten we tot een besluit komen nadat we hebben gepraat. Dus ik ben daarna echt benieuwd. We weten wel dat hij een voorstander van is. Ik heb hem toen gezegd van, weet je wat je moet doen? Zoek ondersteuning bij een aantal parlementariërs die op dezelfde lijn van jou zitten, de gedachtegang. Formuleer een wetsproduct. Je moet een aantal parlementariërs achter je hebben. Dien het in. En kijk, als de voorzitter op zijn agenda wil zetten, want de voorzitter bepaalt overigens de agenda, bepaalde agenda. En laten we kijken wie het afwijst. Tenminste weten we, als het wordt afgewezen, wie de mensen zijn die het hebben afgewezen. Dus we zien, kijk uit naar het natraject wat dit aangaat. Dit is Rashid Pierkans Kala Djorkal, onze eerste uitzending. Na een maand van een break te hebben genomen, zo je wilt. Zaterdag ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Daar zit ik met Serena aan, Serena Asset. Ik heb één uitzending gedaan met haar. Dat was op 31 oktober. Dat was onze eerste uitzending die we hebben gedaan. Dat was een heel aardige uitzending. We hebben goede reacties gehad. Voornamelijk over haar manier van presentatie. Niet per se over mij, want ik zit er al lang in deze uitzending. Daar hebben de mensen, dat boeit de mensen waarschijnlijk niet meer. Maar haar presentatie is goed aangekomen. Dus we gaan voortborduren erop. We gaan kijken hoe we elkaar kunnen vinden in die uitzending. Serena is van huis uit advocaat, praktiserend advocaat, ze is jurist. Ze is een goed ontwikkeld persoon, ze heeft een goede babbel, ze heeft een vlotte babbel. Alleen gaan we in tijd weten waar is ze sterk, waar is ze minder sterk, want je hoeft niet in alles sterk te zijn, weet je wel. En waar kan ik opvangen en waar kan zij mijn deel opvangen? Waar kan ze mijn deel? Ik denk dat meer zaken de juridische kant aangaat, zij sowieso gaat kunnen opvangen. Want dat is haar core business. En ik geloof dat haar kan opvangen, misschien is ze meer in internationale ontwikkeling. Dat is niet mijn core business, maar daar lees ik wel veel van. Daar weet u waarschijnlijk ook veel meer van. Maar we gaan passen en meten, zodat we samen, wij beiden, een leuke presentatie aan u kunnen doen. En uiteraard gaat u ook mogen bellen. We willen een nieuwe stijl proberen te creëren, waar we twee personen willen. En ik kan u zeggen van, het is heel goed in de smaak gevallen, de eerste uitzending. Laten we kijken hoe we het kunnen voortzetten. En u moet participeren. U moet ons onder druk stellen. Dat is de bedoeling, stelt u ons onder druk, zodat wij, althans haar ook, zodat ze kan groeien in haar presentatie in Rashid Pierkans Kala Djorkal. Voor wat deze aflevering aangaat, ga ik u groeten voor deze avond. Ik bedank u dat u hebt willen kijken en hebt willen luisteren. Ik bedank u voor uw participatie, uw deelname. We zijn er zaterdag weer, zoals ik heb gezegd. Ik wil u een fijne avond verder toewensen. Ik groet u. Ram Ram, Namaskar, Huda Hafiz, Salam Alaikum. Dit was Farid Pierkan. Voor Rashid Pierkans, Kal, Aaj, Orkal. Dag.